Welkom bij De Bank. Vandaag is onze gast Eduard Molzer, pastoor bij de Rooms-Katholieke Christofores Parochie in Schagen. Welkom. Dankjewel. Eerst maar eens, wie is Eduard Molzer in een notendop? Af en toe vraag ik me dat ook wel eens af, wie dat is. Geboren en getogen in de omgeving van Haarlem. Door het werk van mijn vader op een gegeven moment verhuisd naar Rotterdam. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan en ik ben met moeder en nog een andere broer in Utrecht gaan wonen. Daar ook op de middelbare school, toen weer verhuisd naar Haarlem. En uiteindelijk verhuisd naar Heerhugowaard. De Heerhugowaard ben ik bij de ABN in Alkmaar gaan wonen, gaan werken. En van daaruit heb ik op de een of andere manier belangstelling gekregen voor het geloof en de kerk. Ik vertel er altijd bij dat van huis uit zijn wij als gezin en als familie niet kerkelijk, om het zo te zeggen. En mijn moeder heeft me wel altijd voorgelezen uit de kinderbijbel. Daar is waarschijnlijk iets van blijven hangen. In Heerhugowaard ben ik naar de kerk toe gegaan en heb me daar laten dopen toen ik 26 was. Ik ben actief geworden in de parochie daar ook. En vanuit die activiteit ben ik eigenlijk op een gegeven moment theologie gaan studeren. En had toch het gevoel, ik moet er iets meer mee gaan doen. Dat is dan misschien die beroemde roeping waar men het wel eens over heeft. Ik moet er iets meer mee gaan doen. En vanuit die theologiestudie is het contact met het bisdom gekomen en ben ik in september 92 tot priester gewijd. En voor het eerst, mijn eerste aanstelling was in Brezant en het Zand. Eigenlijk ben je heel laat actief geworden in dat wat je nu doet. Ja, dat klopt. Is dat bijzonder? Aan de ene kant is dat wel bijzonder. Het gebeurt wel eens meer hoor, dus ik ben zelf niet in echte bijzonderheid. Maar het gebeurt niet zoveel dat men op latere leeftijd, wel dat je op latere leeftijd wordt gedoopt, maar dat je dan ook nog een keer echt het pastorale werk ingaat. Dat komt af en toe voor. Je bent geboren in Heemstede. In Heemstede, ja. Je moeder las af en toe voor uit de kinderbijbel. Ja. Dat kan ervoor gezorgd hebben dat je bent geworden wat je uiteindelijk bent geworden. Maar zijn er nog andere momenten in je jeugd geweest dat je dacht van nou, dit zou wel mijn richting kunnen zijn? Nou, het gekke is wat mij altijd in herinnering blijft, is dat mijn vader had een collega in Haarlem en die was katholiek en mijn ouders hadden heel goed contact met elkaar en die collega van mijn vader is plotseling overleden en toen ben ik met mijn moeder naar die uitvaart gegaan. Ik was toen een jaar of 12, 13 denk ik, naar die uitvaart gegaan. En die uitvaart in een katholieke kerk in Heemstede was dat, heeft enorme indruk op me gemaakt. Dus het kan best zijn dat een moment is. Ik heb ook altijd contact gehouden met die vrouw van die collega van mijn vader die plotseling is overleden. En zij is ook bij mijn diakenwijding en priesterwijding geweest. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat een soort indruk op mij heeft gemaakt, dat als een soort ondergrond, zo'n veenbrandje is gaan sudderen en op een gegeven moment weer naar boven is gekomen toen ik een jaar of 25, 26 was. Ja. Dan heb je al een hele jeugd, inclusief puberteit en misschien wel verliefdheid op meisjes achter de rug. Ja, inderdaad. Ja. Maar dit is toch aldoor bij mij blijven hangen. En het verhaal ook uit die kinderbijbel, wat op mij ontzettend veel indruk heeft gemaakt, is het roepingsverhaal van Samuel. Een van de grote profeten uit het Oude Testament. Samuel die als klein jongetje bij de tempel wordt gebracht en daar in die grote tempel slaapt.
en dan ineens die stemmen van God hoort. Dus dat zijn wat elementen bij elkaar. Als ik die bij elkaar optel, dan... Ja. En ik sprak vroeger ook met collega's op de bank waar ik toen werkte. Dus, ja, je sprak met elkaar over van alles en dan kwam dit er ook wel eens bij. Ja, want dat is ook een wereld van verschil. Het leven in de snelle financiële wereld of het leven als pastoor in een parochie in het pittoreske Schagen. Ja, dat is zeker een verschil. Dat is zeker een verschil. Ja. Ja, ja. Je staat onder andere op Facebook als Don Eduard Molser. Ja. Waar komt die Don vandaan? Dat komt uit Italië vandaan. In Italië en vooral in Toscane, daar wordt een priester, een pastoor, wordt Don Eduardo of Don Giovanni genoemd. En dat vind ik gewoon leuk, vind ik mooi. Dus ik heb dat ook al bij mijn e-mailadres heb ik dat toegevoegd. Ja. En op Facebook staat dat inderdaad ook zo. Dus dat, ja, maar dat is gewoon omdat je het leuk vindt en er ook wel bij vindt passen, denk ik. Ja, ja. Bij het pastoor zijn. Ja, ja. Je bent in Schagen de opvolger van pastoor Van der Stok. Ja. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Eduard Molser en Jan van der Stok? Ja, het zijn twee verschillende persoonlijkheden, denk ik. Dat, ik kan niet zoveel zeggen over Jan van der Stok, meer over mezelf. Ik probeer ook tussen de mensen in te staan en met mensen mee te lopen. Dus dat is mijn ding. En daar voel ik me goed bij, senang bij. En dat is mijn ding. Ja. Ja. Je hebt ook muziek uitgezocht op ons verzoek. Ja. Vertel eens, wat wilde je graag laten zien en horen? Ik wil graag laten horen het vioolconcert in E klein van Mendelssohn. En waarom? Ik heb vroeger heb ik viool gespeeld, toen ik ook op de lagere school, begin middelbare school. En ik weet nog dat ik... We hadden op de een of andere manier kregen we een kaartje voor het Concertgebouworkest in Amsterdam. En toen werd dit concert werd gespeeld. Dus het is het eerste concert dat ik live heb mogen horen. En ik zie nog dat toen was de solist, dus de violist, dat was Isaac Stern uit Amerika. En ik zie hem nog met die prachtige viool, zie ik hem zo die trap afkomen in dat concertgebouw. Maar dat was in de jaren? Nou, dat zal... Eind jaren 60, begin jaren 70? Nee, nog eerder. Nog eerder? Nog eerder, ja. Het was ook in de tijd van de Beatles en de Rolling Stones. Ja, ja, ja. Dat heeft je nooit gepakt, die muziek? Ja, maar ik heb die Beatles nooit live gezien, dus ik had ook de hele verzameling met de Beatles, hoor. Dus dat heb ik ook naar geluisterd en op gedanst of wat dan ook. Maar omdat dit met mijn viool, dus het eerste live concert was, vandaar denk ik van, ja, mij wordt gevraagd van, geef een speciale favoriete muziek op. Nou, dit is de... Het is niet zo, dat probeer ik mee aan te geven, dat je in bijzonder van klassieke muziek houdt. Een lekker nummertje van de Beatles, dat zet je ook wel eens op. Ja, of jazz, of Django Reinhardt, de beroemde gitarist of zo. Die lekkere zigeunermuziek, dat vind ik heerlijk. Ja. Ja, dat is... We gaan er naar kijken, naar het vioolconcert van Mendelssohn. Thank you.
Dat was de klassieke keuze van Eduard Molzer. Eduard, hoe ziet een dag van een pastoor eruit? Dat is iedere dag weer anders. Maar de dag begint op een normale manier. Zoals iedereen die opstaat en zijn ontbijtje wel of niet klaarmaakt. Maar zo om 7:15 dan ga ik naar beneden toe en... dan is inmiddels Lies de Vries, dat is de parochiecoördinator, die is binnengekomen. En dan hebben we een soort kort werkoverleg van wat zijn de bijzonderheden vandaag. Wat is er op korte of lange termijn dat we moeten oppakken. En dan is het om 9:00 even koffie drinken met elkaar. Want dan is de gastvrouw die we ook hebben... Die is inmiddels binnengekomen, die heeft koffie voor ons gezet. En dan ontvouwt die dag zich, hetzij naar een huisbezoek, ziekenbezoek, hetzij een vergadering. Op dit moment is het zo dat we in onze regio is er een pastorale verandering, om het zo te zeggen. Dat de kapelaan van Wieringermeer... die is samen met mij pastoor geworden. Dus we hebben Schagen, de regio Schagen heeft 2 pastoors. Die zijn hoofdelijk pastoor, dat kan de kerk rechtelijk. Hij heeft het aandachtsveld gekregen voor de parochies van Waarland, het Veld, Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard Noord en Heerhugowaard het Kruis en Tuitje Horn. En er is een seminarist vanuit Nieuwe Niedorp. Die gaat zijn pastorale jaar doen in Wieringenwerf, Middenmeer en Hippolytushoef. Dus Wieringenmeer en Wieringen. Mm-hmm. En dat vergt nogal wat aandacht. Ik heb van de week, de uitvaart die ik van de week had, die was ook in Wieringenwerf. Ja. En we begeleiden dus deze jonge man. En hij wordt in november tot priester gewijd. Dus dat... Dat heeft nogal wat aandacht nodig. Dus wat dat betreft is zo'n dag ziet er van dag tot dag heel gevarieerd uit. Geen dag is hetzelfde. Geen dag is eigenlijk hetzelfde. Never a dull moment in het leven van een pastoor. Ja. Ja. En 's avonds vaak ook een werkbespreking of een vergadering. Dat, ja. Wat zijn nou de... echt leuke, maar ook de minder leuke kanten van het pastoor zijn? Als ik het zo mag noemen, de mooie is altijd het contact met mensen dat je hebt. En ik heb over een paar weken heb ik een doopje in Schagen. Dat is een prachtig, prachtig moment. Ik heb een paar weken geleden een Tamil huwelijk gehad. Dat doe ik dan met Tamil priesters, doen we dat samen. Ik ben altijd graag aanwezig bij de Tamils. Ze behoren tot onze gemeenschap.
En wat ook een moeilijk maar mooi moment is, goed moment, dat zijn de uitvaarten. En hoe gek dat ook klinkt, maar dan heb je natuurlijk toch een heel intensief contact met de familie om tot een goed en mooi afscheid te komen. Ja. De momenten dat wij hier op de redactie ook met de kerk te maken krijgen is bijvoorbeeld in de zaak Tanja Groen, die al jaren vermist is, waar elk jaar in de kerk een mis voor wordt opgedragen. Ja, ja. Dus ieder jaar rondom 31 augustus is er een speciale herdenkingsmis voor Tanja Groen. Inderdaad, en dan bezoeken we ook de familie en we overleggen wat we precies gaan doen. Dat was dit jaar, dus 25 jaar geleden, de vermissing van Tanja. Dus, en dat blijft altijd ze maakt deel uit, om het zo te zeggen, van onze gemeenschap hier in Schagen. En dan onze geloofsgemeenschap, maar de gemeenschap van heel Schagen. En het is goed om daar jaarlijks ook En maar is dat ook de belangrijkste rol van de kerk om de ouders van Tanja, Adrie en Corrie, die dit hebben meegemaakt, bij te staan, te steunen, te helpen? Ja. Je bent als parochieherder ga je altijd een stukje op weg met mensen in hun verdriet, in hun blijdschap probeer je tot steun te zijn. Ja. Ja. Toch heeft de kerk al jaren te maken met leegloop. Ja. Hè? Ook de Rooms-Katholieke Kerk in Schagen. Het is een heel groot gebouw. Maar hoeveel mensen zitten er nog op zondagochtend tijdens de mis? Op zondagochtend tussen de 100, 120. Soms ietsje minder. Dat hangt ook van de omstandigheden, van de tijd in het jaar af. Maar het is een als ik even denk, 5200 nominaal katholieken in onze parochie en op zou ik maar zeggen 120. Ja. Dus dan kan je nagaan hoeveel procent dat is. Dat is nog ineens 3% zou ik maar zeggen, zitten zondags in de kerk. Ja. Tot wanneer is het nog leuk om zo'n mis dan voor te gaan? Doe je dat net zo graag voor 120 mensen als voor 500 of 20? Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Inderdaad is het. Kijk, met kerstmis is het altijd vol. Dan wordt zo echt zo mis gedragen door de mensen die er aanwezig zijn. Als je heel weinig mensen in de kerk hebt, je bent toch dan voor die mensen, draag je de mis op. En je probeert met elkaar die mensen ook iets mee te geven. Maar het moet ook leuker zijn om dat om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Tuurlijk, dat is fijn. En wat kun jij er als pastoor in Schagen aan bijdragen om de kerk in Schagen wat voller te krijgen? Is dat überhaupt nog mogelijk? Dat is heel moeilijk. We proberen aan de weg te timmeren. Kijk, het hangt ook vooral van de jeugd af natuurlijk. Wat heel mooi is dat we nu op een gegeven moment hebben we de zogenaamde kindernevendienst. Die hebben we afgeschaft wegens gebrek aan kinderen. En er is nu weer een kinderkerk. Dus dat is één keer in de zoveel maanden. We hebben een kinderkerk. Dus in de parochiezaal komen ze bij elkaar en dan voor de zegen, zou ik maar zeggen, voor het eind van de mis, komen ze weer terug in de kerk. En dan maak ik ook altijd een praatje ook even met ze. Ja, dat zijn heerlijke momenten en je probeert toch. We hebben eens in de zoveel tijd hebben we ook een familieviering. Nu hebben we 11 november hebben we weer een familieviering, 9 september hebben we een familieviering gehad. Toen waren er heel weinig kinderen in de kerk. En dan denk je ook, waar doe je het dan nog voor de kinderen? Hè? Aan de andere kant, het enkele kind dat aanwezig is dan ook weer enthousiast. Maar je hoopt dan natuurlijk toch dat er meer komen. Ja, we hebben een familiekoor. En dus we mogen blij zijn als er 2 of 3 kinderen bij zitten. Ja.
Voor de rest zijn het ouders, opa's en oma's die zingen. Ja. We gaan naar een film toe. Ja. Vertel zelf iets over de film waar je de trailer van wilde laten zien. Ik wil de trailer laten zien van Lawrence of Arabia. Een film uit 1962. Die heeft toen de tijd ook veel indruk op me gemaakt om een onbelangrijke Engelsman die ineens toch een hele grote rol gaat spelen in het Midden-Oosten gebeuren. Hij heeft geprobeerd om zoveel mogelijk een goede verdeling te maken tussen de landen in het Midden-Oosten. Maar uiteindelijk hebben de grote mogendheden die hebben hun grenzen getrokken. En soms denk ik wel eens van God, hadden ze nou maar naar deze man geluisterd. Maar dat is niet gebeurd. Maar hoe zo'n man, een Engelsman, zich heeft ingeleefd ook in die cultuur van de Arabieren daar. Ook meegevochten, maar dat vond ik geweldig. Ja. En dan er is een bepaalde scène en dat hij helemaal zich kleedt als een Arabier, wat hij ook de rest van die film gaat doen. En dan zit hij op een kameel en dan komt hij op die kameel aanrijden met van die wapperende gewaden. Nou, ik vind het geweldig. Ja. Volgens mij zit er een stukje daarvan in de trailer van de film die we nu gaan zien, de favoriete film van Don Eduard Molzer. The English have a great hunger for desolate places. They hunger for Arabia. I think you are another of these desert-loving English. I've been seconded to the Arab Bureau. Of course I'm the man for the job. What is the job, by the way? Have you no fear, English? My fear is my concern. We need a miracle. They hope to gain their freedom. I'm going to give it to them. A man who gives victory in battle is prized beyond every other man. It's going to be fun. They think he's a kind of prophet. They do, or he does. It's one more failure, and you will find yourself alone. Who are you to know what can be done? Nothing is written. You're the most extraordinary man I ever met. You are using up your 9 lives very quickly. For some men, nothing is written unless they write it. Time to be great again, my lord. We hebben in Schagen nog 2 kerken, de Rooms-Katholieke en de Protestantenkerk. En er zijn ook nog wel wat kleine kerkgenootschappen, maar even naar die 2 grote kerken kijkend. Is dat nog van deze tijd, 2 van die grote kerken in een toch kleine stad als Schagen? Ja, dat zou je inderdaad kunnen afvragen. Ik vind het altijd wel mooi als ik met de auto weer naar Schagen ergens anders vandaan kom toe rijden. Dan zie je de 2 kerktorens, dus wat dat betreft het hoort bij Schagen. Maar we hebben net een 16 september hebben we een ecumenische viering gehad. En op zo'n moment komen we bij elkaar en ja, is het heel mooi. Is het heel mooi. En je zou kunnen zeggen van waarom gaan jullie niet samen? Hè? Samen verder. En je kan samen je krachten bundelen. En nou doet de ene die doet het zo en de andere die doet het zo. Want ik ben afgelopen zondag
bij de bevestiging geweest van de nieuwe dominee van de protestantse gemeente hier in Schagen. En heel veel verschillen zijn er ook niet, hè? Tussen de protestanten of de Rooms-Katholieke kerk in Schagen. We proberen natuurlijk wel inderdaad zoveel mogelijk samen te doen. We maken gebruik van elkaars catechese-avonden en zo. Ja. Je bent ook bezig om hetzelfde pastoraat, zou ik maar zeggen, maar ook naast de mensen te staan en mee te lopen die het nodig hebben. Vanuit dus de 15-17 zijn er toch verschillen en zijn we toch uit elkaar gegroeid natuurlijk. Dat blijft voorlopig nog wel. Wat vindt u van de nieuwe, wou ik zeggen, maar hij zit er al een tijdje, van de paus? De huidige paus? Nou, ik vind het een geweldige man. Ja, ik vind het hij heeft iets over zich. Dat de mensen aanspreekt en ik denk dat het ook een mensenmens is. De verhalen zijn ook van hem dat hij vroeger, toen hij aartsbisschop was in Buenos Aires, dat hij daar gewoon in de tram reed en dus zich niet met een auto met chauffeur liet vervoeren. En dat zie je nu ook als hij ergens aankomt. Dus voor de Amerikaanse president wordt zo'n grote auto overgevlogen en hij rijdt in zo'n klein autootje. Ja, dus, dat maakt hem bijzonder. Dat maakt hem heel bijzonder, ja. Ja. En hij heeft het ook niet makkelijk, want iedere zondag als hij op het Sint-Pietersplein met het Angelusgebed spreekt, en heeft hij de zegen gegeven en dan vraagt hij altijd aan mensen van, graag bid voor mij. Dus dat betekent voor mensen, help me. Want hij wil, maar ja, het blijft natuurlijk een blok, zou ik maar zeggen, het Vaticaan. Ja. Is dat ook, want het geloof is voor heel veel mensen mooi en heel veel mensen hebben er steun aan. Maar dat geloof heeft ook heel veel oorlogen tot gevolg gehad, heel veel ellende veroorzaakt. Ja. Hoe ga jij daarmee om met die scheidslijn tussen de steun van het geloof, maar ook de ellende die het geloof heeft veroorzaakt? Nou, nu je dit zo zegt, moet ik ook weer even terugdenken aan toen ik me pas heb laten dopen. Mijn middelste broer, we waren met drie broers. Mijn twee oudere broers zijn helaas overleden. Maar Tom, de middelste, die vond het verschrikkelijk dat ik me heb laten dopen. Dus we hadden altijd een enorme discussie. Want de kruistochten en dit en dat. Hè, dus wat de IS nu eigenlijk doet in het Midden-Oosten. Dat heeft de kerk toen ter tijd gedaan. Die hebben ook de moslims toen weggedreven uit Jeruzalem. Nou, dat kreeg ik allemaal naar mijn hoofd toe natuurlijk. Dus, hij had wel een punt. Ja, hij had een punt. Hij heeft nog een punt. Ja. Maar dan probeer ik toch meer die pastorale traditie. Dus van echt naast de mensen van en proberen dat de kerk er is voor iedereen. Ja. Ja, en daarom is ook die ellende van die hele geschiedenis van het misbruik in de kerk. Dat is dan ook weer zo'n akelig. Dat hangt wel ook aan het blok, als blok aan het been van Eduard Molser, denk ik. Want jij hebt ermee te maken. Ja. En moet ermee handelen. Ja. Nou, ik weet ook wel dat er is, dat is een aantal jaren geleden. Toen ook met dat rapport Deetman en dergelijke. Ik moest in de kerk toch de mensen weer bemoedigen. Omdat je werd als katholiek, zou ik maar zeggen, als je dan bij iemand met een verjaardag of wat dan ook, dan werd je daarop eigenlijk aangevallen. Je mocht eigenlijk niet meer zeggen kon haast niet meer zeggen dat je, ik ben katholiek. Ja. En om dat toch nog weer een beetje te bemoedigen, moest ik daar iets. En hoe kijkt Eduard Molser aan tegen de islam? En alles wat daaromheen in Nederland aan discussie oproept?
Nou, de islam is in feite een hele mooie godsdienst. Het hoort met het jodendom en het christendom en de islam. Dat zijn de drie oorspronkelijke godsdiensten vanuit Abraham, zou ik maar zeggen. De islam heeft een hele mooie traditie. Is ook een van de punten die ze hebben, is het zorgen voor de armen. Ja. Je hebt daar de kant, aan de andere kant de fundamentalisten, die je in de katholieke kerk ook hebt, hoor. En te veel wordt dus de het terrorisme wordt vergeleken, dat voortkomt uit de islam. Nou, dat geloof ik niet. Dat op een gegeven moment komt dat op. En het is ook in deze de wereld die slecht verdeeld is. De rijken in de minderheid en de armen in de meerderheid. Dat zorgt ervoor dat is een voedingsbodem voor wat er nu eigenlijk ook gebeurd is. Ja. Ik denk dan dat politici grote mogendheden krap eens achter je oor. Ja. Hè? Maar men is alleen maar bezig om zichzelf te beschermen. We gaan, ik ga nog twee dilemma's aan je voorleggen, want we zijn al door de tijd heen. Ja. Een goed gesprek met een goede vriend of met God? Je vraagt natuurlijk of ik kies tussen één van tweeën. Hè? Ja. Ik denk als ik een goed gesprek heb met een goede vriend, dan is datzelfde gesprek een goed gesprek met God. Vasthouden aan tradities in de kerk of moet de kerk met zijn tijd meegaan? Moet die veranderen? Ik denk beide. Aan de ene kant, ik hou zelf ook van tradities. Maar aan de andere kant, laatst heeft iemand van mij gezegd ik ben niet zo'n vormvaste pastoor. Af en toe dan vergeet ik dingen, dan doe ik misschien uit spontaniteit iets waar iedereen van schrikt of zo. Dus aan de ene kant zeg ik van ja, de traditie draagt de kerk, maar vanuit die traditie moet je met je tijd meegaan. Ja. Fijn dat je hier was. Dankjewel. Dit was De Bank voor deze week. Tot de volgende.